ja, door ook deze faciliteit te bieden, mensen snel in de gelegenheid te stellen om die test te krijgen. En is er iets aan de hand om direct te weten van waar dan door bron- en contactonderzoek nog verder mensen gewaarschuwd moeten worden die dan in quarantaine kunnen en de mensen snel ook uitslag te kunnen geven, zekerheid te kunnen geven over of er iets aan de hand is. Het aantal mensen loopt op, ook in onze gemeente. De afgelopen 2 weken 7 besmettingen. We hebben weken gehad van 0. Echt, dat was heel mooi. Maar ook hier loopt het op. We kunnen niet een duidelijke brandhaard aanwijzen. Dat is niet te doen. Ik weet in elk geval vrijdag van de directeur van de GGD gehoord dat het allemaal op zichzelf staande gevallen zijn. En dat er niet ergens een café of een kerk of een sportvereniging of een ontmoetingsplek is geweest. Uit het algemene onderzoek weten we wel dat op dit moment, als je kijkt waar de brandhaarden zitten, dan zitten ze vooral bij de feesten. De bruiloft. Een verlaat examenfeest. Toch je 21ste of je 18e verjaardag met de vrienden. Toch maar even uitpakken en dat vieren. En dan komen de gasten komen overal vandaan en gaan weer overal naartoe. En dat is toch een hele moeilijke situatie om op een feestje afstand te houden. En als het wat later wordt, begrijpen jullie dat het ook heel erg moeilijk wordt, want dan let je niet meer zo op die afstand. Als er wat drank in de man is, hè, dan wordt het allemaal wat losser. En dan denk je wel eens ten onrechte van, ach, het kan mij niet zoveel schelen vanavond. Hè. Ik heb al zo lang opgesloten gezeten. Nou, daar waarschuw ik nogmaals voor ook. En heel bewust opnieuw die oproep naar de samenleving toe ook. Laten we er voor elkaar zijn. En doe het voor elkaar dat je die besmetting in elk geval ook voorkomt. Spijt komt altijd te laat. Is een volkswijsheid die we met elkaar gewoon ook moeten erkennen. Dat als je iemand besmet hebt, heb je daar zelf spijt van. Want je had het kunnen voorkomen. Doe dat niet. Dus met elkaar houd corona erop. En dat is hoe we samen proberen te keren. En deze testlocatie van de GGD uit onze veiligheidsregio draagt daaraan bij. Nee, en asymptotisch testen, zegt Paul van der Velpen dan altijd van ja, dat moeten we niet doen. Nee, mooi. Die eerste patiënten gehad? Of cliënten, wat zeggen we? Ja, cliënten, hè? Ja, die zijn geweest. Ja. En dat ging, volgens mij ging het heel vloeiend. Maar als je online maakt, krijg je alleen online... Je ook alleen online te staan. De negatieve uitslag. Ja, positieve uitslag. Positief wordt altijd gebeld, neem ik aan. Altijd gebeld, omdat we dan gelijk starten met de broncontactonderzoek. Ja. Ik heb me geen moment onveilig gevoeld. Juist heel veilig, omdat ik weet van ja, je hebt iedereen die hier komt. Ja, je houdt die afstand en je zorgt voor goede ventilatie. Dus ik heb me ik voel me hier veiliger op mijn werk dan dat ik wel in een privé-setting. Mensen die heel dichtbij komen of naar mij hoesten. Of ja, hier iedereen houdt dan toch de regels, neemt iedereen de regels in acht. Dat er heel veel mensen komen. Maar dat het met de besmettingen straks heel erg meevalt. Dan ben ik blij. Ja. En jullie ook. Wij ook.